Hij zit lekker deze rol, dat is goed. Lekker warm. Even de medische update. Is iedereen fit? Is iedereen beschikbaar? Op Quinten Timmerna is iedereen beschikbaar. Walemark traint er wel 2 weken mee. Ook al wel bij de selectie gezeten, maar heeft nog wel eens zijn momentjes op de training. Dus dat zullen we vandaag nog even moeten kijken of hij echt helemaal klaar is of nog niet. Maar voor de overige is iedereen beschikbaar. Ja, Ali Reza, jou en Baks ook? Ja. Ja, tenminste, we moeten nog trainen straks, maar hij heeft gisteren gewoon meegetraind. Ja. Bijlo traint al een tijdje weer mee met de groep. Daarvan heb je steeds gezegd, nou ja, als hij zover is, dan is hij weer de eerste doelman. Hoe ver is hij? Dat is precies wat jij zegt. Hij heeft nu, denk ik, 1 of 2 meegetraind. Is onze eerste doelman. Dus zal morgen ook weer bij de selectie zitten. En dan mag jij gaan nadenken of hij dan gaat keepen, ja of nee. Ja, daar kan ik wel over nadenken, maar het antwoord weet jij. Ja, dat heb ik ook al gedaan en jij zult het antwoord morgenavond zien. Je hebt lang de finale van vorig seizoen niet terug willen kijken. Ik neem aan dat je dat inmiddels wel gedaan hebt. Heeft dat nieuwe ideeën, inzichten gegeven, andere ideeën? Ja, vanochtend was dat moment. En ja, dat heeft zeker andere inzichten gegeven. Ten eerste dat het mijn beeld was dat er de tweede helft weinig gevoetbald werd en een hoop getraineerd werd. Dat viel reuze mee. Dat bleef hooguit beperkt tot de laatste 10 minuten, denk ik. En ik heb die wedstrijd nooit nabesproken met die jongens. Maar in mijn hoofd was het veel minder goed van onze kant dan dat ik het daadwerkelijk vond. Dus heel veel goede aanvallen gezien. Heel goed in staat geweest om ook tot dreiging te komen. Ook tot kansen te komen. En was het uiterst ongelukkig dat de enige mogelijkheid van AS Roma had geleid tot een goal. Nou, dat wist ik nog wel. Maar ik vond ons veel beter voetballen dan dat ik lange tijd gedacht had. Er zaten heel veel dingen in die ik morgen in de voorbespreking weer zal gaan gebruiken. Wat verwacht je ook eenzelfde soort wedstrijd al? Ik zou bijna zeggen, ik hoop het. Want dat betekent dat wij met deze nieuwe groep ook weer in staat zijn om tegen AS Roma, waar bijna geen ploeg tegen lukt. Want ik heb 3, 4 wedstrijden gekeken van AS Roma de afgelopen weken. Ja, je moet echt met een speld in de hooiberg gaan zoeken om tot kansen voor een tegenstander te vinden. Dus ik hoop dat de wedstrijd een beetje overeenkomt. Want dat betekent dat we best wel vaak dreigend en gevaarlijk bij hun in de buurt komen. Ja, dan zit het nog net op de laatste bal of de laatste aanname die goed moet zijn. Maar als we in staat zijn om zo morgen te spelen, dan heb ik daar een heel goed gevoel over. Want hoe liggen de krachtsverhoudingen dan nu? Zijn de ploegen ongeveer vergelijkbaar met die wedstrijd van vorig seizoen of niet? Dat vind ik best lastig als het om onszelf gaat. Het is heel moeilijk om 2 teams met elkaar te vergelijken, ook omdat ze zo verschillend zijn. Zijn wij nu beter dan vorig jaar of minder? Nou, ik denk qua puntenaantal in de Eredivisie dat het redelijk dicht bij elkaar zit. Europees gezien hadden we vorig jaar de finale, nu op een niveau hoger zitten in de kwartfinale. Dus ik denk dat dat behoorlijk gelijkwaardig is en dat de komende weken uit moet wijzen of we nog beter zijn dan vorig jaar. Als je naar AS Roma kijkt, dan zie je heel duidelijk dat die een complete elftal bij elkaar hebben gehouden en nog 2, 3 hele grote spelers bij hebben gehaald. Dus dat heeft hun nog meer individuele kwaliteit gegeven. Is het grootste gevaar Dybala? Nou, dan zou je anderen tekort doen. Pellegrini is ook een geweldige speler. Abraham is een goede, sterke spits. Belotti, Italiaans international, hebben ze er nog even bij gehaald. Maar Dybala is wel een speler die misschien het meeste de verbeelding spreekt. Om alles wat hij al gepresteerd heeft. Niet in de laatste plaats een half jaartje geleden wereldkampioen geworden. En groots binnengehaald daar inderdaad. Ja, ook heel mooi. Ja. Heb ik ook gezien, ja. Het theater viel dus wel mee, zeg je, ja. Als je de finale terugkijkt. Toch zullen zij dat ongetwijfeld ook morgen wel weer gaan proberen. Hoe kun je daar het best tegen wapenen? Door gewoon op jezelf te concentreren en te zorgen dat het voor hun weinig zin zou hebben. Als dat zou gebeuren wat je net schetste, wat ik dus wel mee vond vallen in de finale. Ik zei al op de laatste 10 minuten na, maar dan doet elke ploeg dat. Dus dat is ook helemaal niet spannend. Dus je moet zorgen, maar ja, dat je niet achterkomt. Maar ja, welke wedstrijd ga je wel in om achter te komen? Dus het was in de finale een wedstrijd met niet veel kansen. En als er al waren ze er voornamelijk voor ons. Dus de effectiviteit rondom je kansen is superbelangrijk. Maar ja, dat is ook een beetje een cliché antwoord. Want dat hoor je ook in elke topwedstrijd. Daar heb ik gisteravond weer een prachtig voorbeeld van gezien. Hè? Het is wel zo.
Maar het is, ja, het is heel duidelijk waar, omdat van best wel die vele goede aanvallen die we hadden, zag ik ook elke keer weer een speler van AS Roma ervoor duiken. En niet op een blinde manier, maar heel erg goed. Een schotblok. Dus de allergrootste kans gisteren was voor Bayern München om mee te beginnen. En die werd fantastisch geblokt door een speler die zijn rug er niet in draaide. En de 1-0 van City was ook een schot van afstand. En een speler die zijn rug er wel in draaide. Dus zo dicht ligt topvoetbal bij elkaar. En ik hoop en verwacht dat morgen het ook zo dicht bij elkaar ligt. Succes. Dankjewel. Aan één rij naar achteren. Voor Joep. NOS. Arne, even water. Ik had eigenlijk drie woorden. Waar wil je het over hebben? Over Tirana nog even? Dat is toch, of over sfeer en vuurwerk? Of over Mourinho? Kies jij maar. Waar wil je het over hebben? Alle drie niet, mag dat ook? Nee hoor, je kan het over alle drie hebben, geen probleem. Even dan, hoe komt het dat je er nu anders over denkt dan toen in Tirana? Dat vind ik een, had je een tunnelvisie? Zat je nee, maar ik denk dat, dat het niet raar is dat je probeert als trainer zo emotieloos een wedstrijd te analyseren. Maar dat niks menselijks mij ook vreemd is. Dus als je altijd wel iets van emotie voelt bij een wedstrijd. En als dan de laatste fase, ja, er wel wat momenten waren waarin je denkt van nou, ik zou graag dat het wat sneller had gegaan, blijft dat natuurlijk behoorlijk bij je hangen. En ik heb dat wel vaker na wedstrijden, dat je als je de kansen niet afmaakt, dat je aan het eind van de rit denkt van ja, en dan vergeet je de best nog wel eens. Hetzij de kansen die je gehad hebt, hetzij de kansrijke situaties die je gehad hebt. Feyenoord was zichzelf toen niet helemaal. Ja, dat dacht ik. Dat werd ook heel erg geopperd inderdaad. Maar daar had ik dus na het zien van de wedstrijd een totaal ander beeld bij. Over Mourinho hebben. Ben ik, hè, dat hoef jij niet te hebben, maar dat was mijn perceptie. Nou, het gaat om jou. Over Mourinho hebben is ook wel leuk. Vooral ook omdat je altijd refereert aan Guardiola. Kun je toch waardering hebben voor Mourinho? Ja, en dat heb ik ook al heel vaak uitgesproken. En als je Guardiola apprecieert of heel mooi vindt om naar zijn voetbal te kijken, wil niet daarmee dan vervolgens zeggen dat wat een andere trainer doet, dat je daar geen waardering voor hebt. Het is ontzettend knap. De prijzenkast van Mourinho spreekt natuurlijk voor zich. En uiteindelijk gaat het in voetbal, dus ook in die finale, niet om wie de meeste kansen heeft gehad of wie de meeste balbezit heeft gehad. Gaat het gewoon om winnen. Dat gaat uiteindelijk altijd, maar zeker in de finale. En als er één trainer daar heel erg goed in is, winnen, is het wel Mourinho. Dus daar kun je ook heel veel uithalen. En dan kun je ja winnen. Ja, dat is dus dat schotblokken met alles wat je in je hebt. En ik geloof ook dat een trainer ook daar verantwoordelijk voor is. En ik weet altijd ontzettend goed een organisatie neer te zetten. En een tegenstander eigenlijk heel veel moeite heeft om tegen zijn ploegen kansen te creëren. Nou, dat is ook een hele grote kwaliteit. En ja, hoef ook niet omheen te draaien. Is natuurlijk ook gewoon altijd coach geweest. Zo'n beetje zijn hele carrière van heel veel hele goede spelers. We hebben Tirana gehad, Mourinho. Dan toch even over het vuurwerk. Heb je ook het idee dat UEFA, die natuurlijk alles ziet, ook de afgelopen weken, zijn jullie er bewust van dat ze heel erg alert zijn morgen op alles wat hier gebeurt in de Kuip, denk je? Zullen er ook mensen zijn die niet alert zijn op het feit wat hier morgen in de Kuip gaat gebeuren, denk je? Dat is een wedervraag. Ja. Dus, en dat zal zondag ook weer zo zijn. Oh, nee, dan spelen we uit trouwens. Nee, die spotlight die zit op ons. En dat hebben we zelf veroorzaakt. Dus ja, de enige mensen die er dan voor kunnen zorgen dat het weer goed gaat, zijn ook wij zelf. Dus, en dat was gelukkig afgelopen zondag al een goed voorbeeld van. Maar ja, één keer iets goed doen is niet zo moeilijk. Maar elke week het goed doen is de grootste uitdaging voor ons op het veld. Maar ook langs de kant. Yes, gaan we nog één rij naar achter. Dennis, en daarna gaan we naar Mikos. Arne, het is 20 jaar geleden dat Feyenoord in dit toernooi of op dit niveau of hoger zo ver is gekomen. Hoe speciaal is dat eigenlijk en hoe knap is dat eigenlijk, vind je? Nou, dat is speciaal en knap. Te meer om, David refereerde er al even aan wat voor een transferzomer het geweest is. Maar tegelijkertijd zijn we met z'n allen absoluut nog niet verzadigd. En willen we alleen maar meer. En we weten dat we dan langs een hele sterke tegenstander moeten. Maar ja, dat kun je ook wel verwachten in een kwartfinale van Europa League. Ik dacht dat ik Mourinho al had horen zeggen dat hij het zelfs Champions League waardig vond. De meeste van de ploegen die over waren gebleven in Europa League. En dat hadden we natuurlijk vorig jaar in de eindfase van het toernooi in de Conference League ook al. Hè, met Marseille en AS Roma, twee ploegen die het seizoen erop of in de Champions League actief waren. Of nu nog actief zijn in de Europa League. Het is een team wat verdedigend volgens mij heel erg sterk is. Wat ook opvalt bij AS Roma vorig seizoen en dit seizoen. Dat ze uit
dan vaak een nipte nederlaag leiden, maar dat thuis weer recht weten te boetsen. Dat kan niet als je alleen maar vol op de verdediging focust. Waar komt dat uit voort? Nee, maar dat heb je volgens mij niet horen zeggen, dat ze zich vol op de verdediging focussen. Wat ze wel doen, is dat ze moeten verdedigen, geven ze heel weinig weg. Maar het is niet zo als ze de bal hebben, dat ze dan geen idee hebben. Dan hebben ze ook hele duidelijke spelpatronen die ze toepassen. En ze zijn ontzettend gevaarlijk met standaard situaties ook. Dus zij hebben, en hebben ze ook nog heel veel individuele kwaliteit. Hè? Want er werden net al wat namen genoemd. Maar dat zijn natuurlijk allemaal spelers. Als die in en rondom de 16 en de bal komen, dat je zeer alert moet zijn. Want dat zijn allemaal jongens die het verschil kunnen maken. Dat hebben we in de conference finale nog gemerkt. Hoe een hele kleine kans van hun omgezet werd in een goal. Dus het is een optelsom van elkaar. Het is echt niet alleen verdedigen. Ze hebben ook echt wel het vermogen om kansen bij elkaar te spelen. Hoe belangrijk is Wijnaldum voor het elftal? Een oude bekende hier natuurlijk. Nou, ze hebben heel veel goede spelers, waaronder Wijnaldum. En ik denk dat Wijnaldum het nog weer iets anders invult dan de middenvelder die er vorig jaar op die positie stond. Gini is nog meer een speler die ook nog eens in de 16 heel gevaarlijk kan zijn. Maar ook een speler, dat hebben we op, zo kennen we hem ook, hè, op WK met Van Gaal, dat we het ook zo gezien, ontzettend goed in de discipline kan spelen. En dat is, vind ik, ook een enorme kwaliteit van Mourinho. Dat die grote spelers, waar er ook een aantal enorm van aanvallen houden, ontzettend goed in de discipline kan laten spelen. 11 maanden geleden heeft Justin Bijlo zich specifiek voor die wedstrijd met Roma natuurlijk daar naartoe gewerkt, want dat was een finale. Was er bij hem nu ook een eikpunt, een wedstrijd waar hij weer op die manier naar heeft toegewerkt? En is dat deze? Nou, dat zou je aan hem zelf moeten vragen, maar ik denk dat hij eerst heeft toegewerkt naar fitheid. Ik denk dat het dan logisch is dat je dan ook even als keeper, maar dat geldt voor een speler ook, even weer nodig hebt om een paar weken te gaan trainen. Om weer gewend te raken aan een bal met de handen ook tegen te houden. Want daarvoor heeft hij 2-3 maanden alleen maar in positie spelen met zijn voeten meegedaan. Ja, en dan ga je natuurlijk als keeper, maar als speler ook, heb je op een gegeven moment weer heel veel zin om ook te gaan starten. En heb je ook het gevoel dat je daar weer klaar voor bent. En ik heb het idee dat punt bij Justin wel aanbeland is. Dankjewel, succes. Alsjeblieft. Gaan we eerst naar de tweede rij, Mikkels. Ja, trainer, er zijn van die wedstrijden die je thuis moet beslissen, hè, in een Europese wedstrijd. Is dit er ook zo eentje of is Roma een andere ploeg uit dan thuis? In die zin dat ze wat meer ruimte weg zouden geven in eigen huis dan wat ze hier doen? Ik heb nog geen wedstrijden gezien waarvan ik vind dat ze uit en thuis compleet verschillend spelen. Maar ik denk als je op Europees niveau, je moet straks uit naar Rome en er zitten 70.000 mensen, dat het wel aan te raden is om daar met een goed resultaat naartoe te gaan. Maar de manier van spelen wijkt, vind ik, niet veel af uit en thuis. Het is ook niet dat ik verwacht dat ze morgen met z'n allen alleen maar in eigen 16 staan. Dat is ook helemaal niet zoals ze spelen. Ze proberen echt wel hoog druk te zetten. Weliswaar met 5 verdedigers, maar dat trachten ze wel. Dus dat doen ze uit en thuis. Dus ik moet eerlijk zeggen dat niet zo'n groot verschil is. Het grote verschil over het algemeen in voetbal is dat het gewoon prettig is als je 50.000 mensen hebt die achter je staan. Die bij elk goed moment van jou staan te juichen. Dat geeft energie. Of je speelt uit. En de tegenstander krijgt elke keer zo makkelijk die energie. Omdat er 70.000 mensen voor hun zitten. Dat is denk ik het grootste verschil. Dat goede resultaat, kan het ook een minimale overwinning zijn? Of een gelijkspel zelfs? Nou, een minimale overwinning zou een heel goed resultaat zijn inderdaad. En pas achteraf kan je concluderen of een gelijkspel een goed resultaat zou zijn. Feit is wel dat als ik goed op de hoogte ben, durf ik niet te zeggen dat ik dat compleet ben, maar dat zij thuis heel moeilijk te verslaan zijn in Europa. En volgens mij ook in de competitie. Dus dat zou het wel verstandig maken om thuis met een resultaat weg te komen. Maar dan zullen we heel goed moeten zijn om dat voor elkaar te krijgen. Oké, nog eentje over Bijlo. Hangt het nou ook nog af van hoe zijn vervangers het hebben gedaan? Of is het gewoon zo, op een gegeven moment is hij fit en dan speelt hij? Dat laatste met name. Ja. Met name? Ja, nou kijk, als zijn vervangers dramatisch hadden gedaan, had hij misschien zonder dat hij ooit een bal in de hand had gehad ook alweer gespeeld. Dus dat had dan misschien zijn moment naar voren kunnen halen. Maar Justin is onze eerste keeper. En op het moment dat wij vinden dat hij weer zichzelf is, oftewel weer gewoon klaar is om te keepen, dan is Justin onze eerste keeper. En je zegt het niet officieel, heeft dat een reden? Heb je hem zelf nog niet gezegd of weet hij het niet of wil je Roma het niet vertellen? Misschien van alles wel een beetje. Nou ja,
Het lijkt erop dat hij gaat keepen, maar je wilt dus niet... Nee, dat kan erop lijken, maar je zult morgen zien of dat daadwerkelijk zo is, ja. Okay. Meer vragen voor de trainer? Ja, dan gaan we eerst naar de achteren, Valentijn, en dan gaan we weer naar voren. Maybe understand is better than agree, but... Arno, hi. Over Bijlo, heb je daar ook niet met je verdedigers over gesproken? Nee. Dus dat is alleen een pure beslissing die jij neemt. Je hebt niet een bepaald bijgeloof, zeg maar, naar aanleiding van de vorige keer dat het is misgegaan. Misschien toen ook niet alle wedstrijdritme had die je verwacht. Nou ja, dan refereer je misgegaan aan het feit dat we verloren hebben. En dat kan ik niet ontkennen. Nee. Daar gaat het om in voetbal. Maar omdat alleen op de keuze van de keeper toe te spitsen zou ook relatief simpel zijn. Dus nee, dat is niet iets wat ik... Ik vind het, zou het uiterst ongemakkelijk vinden als speler. Maar als trainer zou ik het helemaal raar vinden als ik aan mijn spelers moet gaan vragen. Of speel je liever met A of speel je liever met B? Als dat tenminste de vraag is die jij in je hoofd had. Dat zou... Ja, dat zou niet in mijn hoofd opkomen om dat te gaan vragen, Hazen. Nee. Ben je eigenlijk nog benieuwd naar je eigen ploeg nu dit de eerste grote tegenstander in een knock-outfase is? Uiteraard ben ik heel nieuwsgierig naar mijn eigen ploeg, maar dan ben ik elke grote wedstrijd die we spelen, waar we er al veel van gespeeld hebben, jongensleden ook in ieder geval tegen Shakhtar. Het is toch elke keer een spel tussen, het is toch niet te geloven. Dus ik ben ook nu weer nieuwsgierig hoe we er tegen AS Roma voor staan. Ik ben met je eens, Valentijn, dat AS Roma nog een sterkere tegenstander is dan Shakhtar. Ja. En voor jou persoonlijk, het is natuurlijk ook wel wat voor je cv, je marktwaarde en dergelijke. Denk je daar ook bij na of niet? Nee, de manier van presenteren, van hoe je Feyenoord presenteert dadelijk op dit podium? Nee, ik denk wel altijd na over hoe ik zelf graag me wil presenteren en hoe ik Feyenoord ga presenteren, maar niet in relatie tot marktwaarde of ander soort dingen. Ik wil graag dat wij ons morgen weer onszelf zijn en een manier spelen zoals we altijd spelen, omdat ik erin geloof dat dat onze grootste kans is om ook tot een resultaat te komen en door te gaan. Maar dat het niet in relatie tot marktwaarde of wat dat vervolgens voor mij betekent. Maar ik wil wel heel graag dat het elftal weer op een manier speelt zoals we eigenlijk al heel vaak onszelf laten zien. Van de week, hè, na die wedstrijd tegen RKC, had je het over de uitvoering en resultaten en dat hand in hand. Is dat nou wat je gisteren hebt gezien bij Manchester City bijvoorbeeld? Ja, nou dan moet ik zeggen dat Bayern ook echt niet slecht voor de dag kwam. Dat is een geweldige wedstrijd natuurlijk. Waarin je net al zei, je ziet ook hoe dicht het bij elkaar ligt op topniveau. Maar ook de ongelooflijke concentratie in 90 minuten van uitvoering. Vooral van City, maar ik moet eerlijk zeggen dat Bayern ook gewoon meer dan prima speelde. Dat het misschien iets een vertekende uitslag was. Ah, ja, dat is volgens mij voetbal op het allerhoogste niveau. En daar geniet je als liefhebber van. Maar als jij ervan wil leren, is er ook heel veel ruimte om daar heel veel van te leren van zo'n wedstrijd. Ja. Laatste, je hebt vorig jaar heb je dan tegen Mourinho gespeeld. Heb je hem nog ontmoet of zo? Of praten jullie dan nog met elkaar? Is daar ruimte voor? Of zijn jullie totaal onbekenden nog voor elkaar? Dat laatste. Maar dat geldt niet alleen voor hem. Dat geldt bijna voor elke tegenstander die Europees treft. Je geeft elkaar voor de wedstrijd bijna allemaal altijd een hand. Één of twee dagen later, want sommige trainers, ja, die zie je niet, die zitten al op de bank of die benen gelijk naar binnen. Dus dan ga je er ook niet bedelend achteraan om iemand nog een hand te geven. Of andersom. Dus dat is voor de wedstrijd, kan ik me herinneren in de conference die ik finale, dat ik met volgens mij Dennis van der Ree stond te praten. En ineens stond hij voor me naast me om ons allemaal een hand te geven. Toen was hij weer naar binnen. Ja, na de wedstrijd hadden we een hoop festiviteiten. Ja. En wij een hoop teleurstelling. Dus dan... misschien nog als je dan in dat rijtje staat dat je iemand dan nog een hand geeft. Maar het staat me niet meer bij of dat gebeurd is. Nee. Sorry, nog één ding. Dit gaat over twee wedstrijden. Van Gaal, Bos en jij. Jullie zijn alle drie verslagen in één wedstrijd tegen hem. Kan je daar een vinger op leggen? Geeft dit je meer kans? Ja, je hebt twee wedstrijden. Dan heb je natuurlijk bijna automatisch meer kans. Maar dat hij echt voor die ene wedstrijd is? Of... Ja, dat is interessant om daar eens over na te denken. Ik weet niet of dat de kans vergroot of verkleint. Nou, ik denk wel. Maar dat weet jij misschien beter dan ik. Hoeveel finales heeft Mourinho überhaupt verloren? En heeft hij wel eens finales verloren? Volgens mij niet. Dus al vanuit dat perspectief denk ik dat we gelukkig mogen zijn dat we dan twee wedstrijden hebben. Want als het om één wedstrijd gaat, is die blijkbaar, niet alleen voor onze Nederlandse trainers, maar voor heel veel trainers heel moeilijk te verslaan. Dus
Je verrast me een beetje met de vraag, maar dat zou dus mijn eerste gedachte erbij zijn. Maar dat het ook over twee wedstrijden heel moeilijk is, is ook wel duidelijk. Want ze hebben vorig jaar ook de finale gehaald. Toen het over twee wedstrijden ging, tot en met de finale. En ook nu weer. Dus ja, goede coach. Maar vergeet ook zeker niet dat zij heel veel hele goede spelers hebben. Dankjewel. Alsjeblieft. We gaan naar de eerste rij hier vooraan.